Nou, er waren zoveel aanmeldingen dit jaar dat we het moesten spreiden. En aan onze kant, het aantal begeleiders was ook beperkt. Dus we hebben het over 3 dagen moeten doen. Vandaag, een dag te vroeg dus, is het de beurt aan de vrijwilligers van de gemeente Enschede. Wij planten een heg aan. Dus ik moet zeggen, de gul was grotendeels al voorgegraven. En wij zorgen dat er een beukenhaag in komt. En wanneer je normaal een hele dag op kantoor zit, dan is deze klus best wel even aanpakken. Nou, ik denk dat ik vanavond en morgen wel heel veel spierpijn zou krijgen. Maar dat is prima. Museum Buurtspoorweg is blij met de NL Doet-dagen. Omdat we hulp altijd goed kunnen gebruiken. We zijn weliswaar met ruim 100 vrijwilligers, maar alle hulp is altijd welkom. En we hopen ook eerlijk gezegd dat er een paar mensen zo enthousiast worden dat ze bij ons vaker gaan komen. Doe ook mee. Het is leuk. Het is heel gezellig. En je gaat, zoals nu met collega's, het is op een andere manier samenwerken. En het is leuk. En ook ontspannen. Ja. Ik hoop dat de mensen die nu hard aan het werk zijn, dat die van de zomer terugkomen en vol trots aan hun familie kunnen laten zien. Kijk eens, dat hebben wij gedaan.